Wethouder Arjen Maathuizen, het is alweer een paar maanden geleden dat we ook zo tegenover elkaar stonden. En toen had jij een heel goed en fijn bericht voor twee voetbalclubs in Almelo. Dat klopt, dat was bij AVC Heracles. Toen stond ik daar met jou, maar ook samen met Jan Smelt, voorzitter van AVC. En Sander Nijkamp, voorzitter van Luctor et Amergo. En we zijn nu bij Luctor et Amergo. En daar is inmiddels het kunstgrasveld op het hoofdveld gerealiseerd. Dus dat is mooi. Je bent intussen geen wethouder van sport meer. Klopt. Maar dat betekent dat je wel vanmiddag aanwezig bent bij iets wat jij in werking gezet hebt. Ja, klopt. Ze hebben me uitgenodigd. Ik ben hier samen met collega Jan-Martin van Rees. Die is nu de wethouder sport. Ik ben andere dingen gaan doen. Ik heb andere portefeuille gekregen na de verkiezingen. En dan is het mooi om dit met elkaar ook op een symbolische manier over te dragen. Dus we hebben gezamenlijk net de aftrap mogen verrichten. En Jan-Martin die is nu zeg maar als wethouder sport in de lead. En dit moment hebben we toch nog even samen gedaan. Omdat ik inderdaad in de voorbereiding nauw betrokken ben geweest. En Jan-Martin die gaat nu samen, die heeft het stokje overgepakt. En die gaat nu samen met AVC ook verder met de planvorming. Want daar moet natuurlijk ook het nodige gebeuren op dat complex op het Kolleveld. Dus staat voor dit jaar of loopt volgend jaar op de rol. Betekent dit dat het vanmiddag, het opening van het kunstgrasveld bij Luctor, eigenlijk voor jou een soort van afronding is van iets wat je in werking gezet hebt? Dat klopt. Sluitstuk op sport kan ik het wel noemen. Daarnaast, en dat hebben we binnen het college afgesproken, blijf ik nog wel het nieuwe zwembad doen als project. En dat is nog lang niet af, dus dat komt nog. Sterker nog, daar moet de bouw nog van beginnen. En wij hopen ergens in oktober daar wat nadere mededelingen over te kunnen doen. Omdat op dit moment de aanbesteding loopt en dan eind september sluit die. Dus dan hopen we in oktober nadere mededelingen te kunnen doen van wie gaat het zwembad bouwen. Wat heb jij vanmiddag bij jezelf bedacht aan Luctor et Amergo? Hoe blij zijn ze? Ja, ze zijn ontzettend blij. En terecht. En ik denk dat ze echt trots mogen zijn op dit veld. Klaas Meijer heet hij volgens mij. Achternaam moest ik even over nadenken. Maar die is hier... Het baasje zeg maar, wat zich ook dagelijks heeft teruggehouden met de aanleg van het veld. Nou ja, dat geeft enorme energie in zo'n vereniging. En dat kun je zien, mensen zijn er blij mee. En die club die heeft weer toekomstperspectief. En dat is ook belangrijk. Wij zijn ervoor, en dat heb ik toen ook in het interview met jou zo benoemd. We zijn daar als overheid ook voor om de samenleving een duwtje in de rug te geven. En ook aan de gang te houden. En als een club weer verder kan de komende 10, 15 jaar, ja, dat geeft gewoon een heel prettig gevoel. En het is ook mooi dat de gemeente Almelo dat kan doen. Dus aan de ene kant hebben we natuurlijk ook jarenlange bezuinigingen achter de rug. En nu is er ook wel wat ruimte om te investeren in die samenleving, in sport, in cultuur en wat iets meer zijn. En dat is gewoon goed om te doen.